We zijn blijkbaar een bird tour aan het doen. Met als hoogtepunt de quetzal. En de quetzal is een prachtige vogel, maar die schijnt heel zeldzaam te zijn in Costa Rica. Dat is eigenlijk alles wat ik weet. Kijk, nou, de quetzal is inderdaad een illustere vogel die hier in San Gerardo de Dota voorkomt en ook in Monteverde. Ik weet niet of die weinig voorkomt, maar hij komt hier in ieder geval wel voor en hij schijnt hier dus makkelijk te spotten te zijn. En daar verderop is een avocadoboom, want daar houdt hij van. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaan we vandaag al een quetzal zien. Nou, ik ben helemaal paraat en het is echt alle Jezus vroeg, want om vier uur dachten we dat de wekker ging. Nee. Om 3:50 gingen de honden af, dus we waren ruim op tijd wakker. Ik hoop dat we jullie allerlei mooie vogels kunnen zien, maar vooral dus die quetzal waar ik gisteren al dat verhaal over heb verteld. Started singing probably just a week ago. Before that, it was all quiet. We zijn in Cartago, de voormalige hoofdstad van Costa Rica. En in Cartago hebben ze een hele bijzondere kerk. Je hebt hier de main entrance. En op 2 augustus komen de Tico's komen van heinde en verre hier naartoe. 2 augustus te vieren van de zwarte Madonna, Negrita zoals ze ook wel heet. En het is dan de bedoeling dat je bij binnenkomst op je knieën gaat. En de hele lengte van het middenschip op je knieën aflegt. Je kan je voorstellen dat niet iedereen dat meer kan. En daarom zit aan de linkerkant van de hoofdingang is de La Entrada staand. Weet ik niet meer. Maar daar kan je dus ook naar binnen. Maar dan hoef je niet op je knieën. En hier is La Entrada en Rodillas. Rodillas zijn knieën. En dan, als je dat doet, dan krijg je een beter leven. Dan ben je van je linkdoorns af. Nou, dat gaan wij ook even doen. Heb jij last van likdoorns, Kimo? Nee. Jij wel? Nee, ik ook niet. Nee, dus eigenlijk hebben we geen enkele reden om dit te bezoeken. Ja, als je helemaal in Costa Rica bent, het is niet alleen maar natuur. Laten we ook cultuur doen. Draai me zo. Ja. 27, 23, 30. Hoe gaat het met jouw likdoorns, Linda? Ja, nooit gehad. En dan gaan we even op toasten, zou ik zeggen. Daar zit Linda lekker van het zonnetje te genieten onder het Amigo Rent-A-Car bord. Want wat is het geval? Ik zei het gisteren al, de auto begint een beetje langzaam uit elkaar te vallen. Gebeld met Amigo en die zeiden van, kom gewoon omruilen. Nou, daarvoor moeten we wel een stukje omrijden, dus we zijn weer in San José. Helaas. Maar we gaan deze stoffige bolide gaan we dus omruilen voor
exact dezelfde, maar dan weer schone boline. En dan hopen we dat die niet uit elkaar valt. Het enige waar ik een paar kleine vraagtekens bij zet, is dat over het algemeen de onderkant van de auto is niet verzekerd. Dus ik ben heel benieuwd of ze daar kosten voor in rekening gaan brengen. Ik hoop het niet, want toen ik dus gisteren belde, ik zei ja, er zit iets los, ja, trek het maar gewoon eronder uit. We ruilen de car om. We gaan lekker lunchen hier in San José. Hopelijk snel genoeg zodat Linda niet verbrandt daar. En dan gaan we hier in Barrio Escalante gaan we een leuk tentje opzoeken. Hopelijk parkeren we gewoon lekker voor de deur. En dan gaan we lunchen. Daarna rijden we door naar Guapiles. Daar overnachten we. En dan morgen gaan we naar het fantastische, fenomenale Portuguero. Maar dat is allemaal morgen. Nu eerst auto omruilen en lunchen. Joost er niks bij. Nee. Hoe lang gaat de campagne show voor je? We nemen ons aan de heuvel met een film. Rosa. Timo, zit.